Welkom! We gaan de elektriciteit in een tussenwand aanleggen. Voor deze klus heb je het volgende nodig. Bij iedere klus is het belangrijk dat je je eigen veiligheid in acht neemt. Zorg er daarom voor dat de stroom uitstaat als je gaat werken aan een elektrotechnische installatie. Kleef er eventueel een briefje op zodat niemand per ongeluk de stroom aanzet terwijl jij bezig bent. Stap 1 Voorbereiding om elektriciteit naar de tussenwand te leggen, moet je eerst een punt hebben van waaruit je kunt werken. We gaan er in deze video van uit dat er zich een wandcontactdoos met pen aarde op de Haakse muur bevindt en dat we een schakelaar met lichtpunt op de wand willen maken. Stap 2. Sleuf maken. Schakel in de meterkast de kring uit van de betreffende wandcontactdoos of zet de hoofdschakelaar uit. Verwijder de afdekplaat en koppel deze tijdelijk los. Maak met behulp van een steenbeitel en hamer, klopboormachine of sleuvenfrees een sleuf vanaf de wandcontactoos naar de tussenwand. Zaag of boor een uitsparing in de staander die tegen de muur aanzit, zodat de sleuf tot in de tussenwand kan reiken. Boor met een speedboor op de goede hoogte gaten in de balken van de tussenwand. De gaten moeten groot genoeg zijn voor de flexbuis. Stap 3: Elektriciteit plaatsen. Schroef nu de nieuwe wandcontactdoos met een schroef tegen de balk. Houd er rekening mee dat de wandcontactdoos niet boven het oppervlak van de gipsplaat uitkomt. Hij mag er wel iets in verzinken. Meet de benodigde lengte voor de buis op. Die moet vanaf de bestaande naar de nieuwe wandcontactdoos geplaatst worden. Snijd nu een buis op deze lengte. Trek met behulp van de trekveer een bruine en een blauwe draad door de buis. Trek, als er penaarde moet komen, ook een geel groene draad doorheen. Knip de draden ruim af. Steek de buis door de gaten in de staanders tot het uiteinde aansluit op de nieuwe wandcontactdoos. Buig de flexbuis 90 graden bij de muur en plaats de rest in de sleuf naar de bestaande wandcontactdoos. Plaats ook een verticale buis tussen de twee nieuwe wandcontactdozen, met daarin een zwarte en een blauwe draad, beide ruim afgeknipt. Trek alle draden de wandcontactdozen in. Plaats nu de gipsplaten en gebruik een gatenboor voor de uitsparing voor de wandcontactdoos. Stap 4. Draden aansluiten. Als je alleen een schakelaar gaat plaatsen voor het lichtpunt zonder stopcontact, doe je het volgende. Sluit de bruine draad aan op het P-contact van de schakelaar. Meestal zijn deze punten rood gemarkeerd. Sluit de zwarte draad aan op de andere kant van de schakelaar. Verbind de twee blauwe draden met elkaar met behulp van een lasdop. Plaats ook op de Aardingstraat een lasdop, deze wordt nu niet gebruikt. Als je een schakelaar met een extra stopcontact wil aansluiten, doe je het volgende. Sluit de bruine draad aan op de kant van de wandcontactdoos waar een verbinding zit naar het P-contact van de schakelaar. Sluit de zwarte draad aan op de schakelkant van de schakelaar. Sluit de blauwe draden aan op de vrije andere kant van de wandcontactdoos. Sluit nu met behulp van lasdoppen de draden aan in de bestaande inbouwdoos in de muur. Verbind de bruine draad met de bruine draad, de blauwe met de blauwe en de aarding met de aarding. Zorg ervoor dat de draden enkel afgestript zijn op het gedeelte dat in een aansluiting zit. Om stroomschokken te voorkomen, moet het metalen gedeelte van de draden geheel bedekt blijven met de plastic huls. Monteer de afdekplaat, zet de stroom weer aan en controleer of alles werkt. Succes met je klus. Aandachtspunten. Gebruik voor het knippen van draden een kniptang en voor het afstrippen een striptang. Strip nooit te lange gedeeltes af. Als je de draden in een lasttop stopt en er steekt nog een stuk blanke draad uit, dan kun je hier onder stroom komen te staan. De isolatie moet gelijk liggen met de rand van de lasttop. Werk altijd spanningsvrij. Zorg bij het plaatsen van de inbouwdozen dat ze voorbij de balk steken. Er komen immers nog gipsplaten en de rand van de gipsplaat moet gelijk of iets hoger liggen dan de rand van de inbouwdoos. Het invoeren van draden is gemakkelijker in een standaard elektriciteitsbuis dan in een flexbuis. Gebruik dus wanneer mogelijk liever een standaard elektriciteitsbuis. De wet schrijft voor dat maximaal 8 stopcontacten en lichtpunten op één groep van 16 ampère mogen worden aangesloten. Controleer dus hoe zwaar de groep waarop je een aansluiting wilt maken al wordt belast.